Goedenavond, beste mensen. Hartelijk welkom. Fijn dat u naar hier bent afgezakt vanavond op het einde van een mooie dag. Wat ook de titel is van het schilderij van Valerius de Sadeleer dat u op de uitnodiging kon vinden. Fijn om naar hier te komen voor een avond rond stilte, stilte en kunst. Ik begrijp dat het al een druk programma is vanavond, dat er ook yoga en andere activiteiten waren rond rust en stilte. Daar gaan we vandaag mee verder. Misschien een beetje paradoxaal dat er veel activiteit is rond stilte, maar daar heb ik het zeker nog over. In elk geval hartelijk welkom. Mijn naam is Virginie Plateau. Ik ben freelance cultuurjournaliste voor verschillende media, verschillende tijdschriften, magazines, kranten en weekbladen. En ik ben ook bestuurslid van beweging Waarbeke voor rust, stilte, rust en ruimte. Ik heb lang in het onderwijs gestaan en keer daar af en toe nog terug naartoe. En ook dat heeft een invloed gehad op mijn zoeken naar en mijn waardering van stilte. Hoe precies, dat zal ik u gaandeweg wel duidelijker maken. In elk geval, als cultuurjournaliste heb ik heel veel interviews afgenomen met kunstenaars van alle slag. Muzikanten, game developers, schrijvers, artiesten, acteurs. En bij heel veel van die mensen kwam terug dat het creatief proces, wat zo essentieel is voor hun vak, om te kunnen doen waar ze goed in zijn en wat hun dagtaak en hun levensbron is eigenlijk, dat de stilte is. Dat bijna iedereen terugkeert naar een zekere stilte of die stilte gaat opzoeken om tot creatie te kunnen komen. En dit is iets wat mij heel hard opviel en waar ik meer over wou weten en waar ik gaandeweg ook mezelf beter in heb leren kennen. En naarmate ik daar verder meer over las en meer onderzoek over deed, merk je dat dat niet alleen bij levende kunstenaars vandaag het geval is, maar dat dat eigenlijk doorheen de hele kunstgeschiedenis, doorheen misschien het hele bestaan van de mensheid al een constante is, of toch iets wat heel vaak terugkeert. Vandaar ook de titel van deze lezing vanavond, Stilte in de kunst en de kunst van stilte. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Hoe zijn ze soms tegenstrijdig? Hoe hebben ze elkaar nodig misschien? En hoe geeft de kunst uiting aan stilte en tegelijk met elke uiting, met elke schepping, wordt die stilte ook doorbroken? Dus dat is een beetje de rode draad voor wat ik wil vertellen vanavond. Ja, misschien is het allerbelangrijkste wel om ons eerst af te vragen, wat is stilte precies? Ja, dit is een foto die ik nam in het zuiden van Frankrijk. In Avignon is er de Fondation Lambert, een heel mooi museum in privéhanden, waar dit groot op de muur staat. Silence au musée staat er eigenlijk. Maar ik vond het heel sprekend en tegelijk heeft het iets. Ja, als we stilte horen, er staat ook een bordje toen u hier binnenkwam. Stilte, het heeft iets dwingends, het heeft iets. Het is een gebod eigenlijk. Ja. De stilte die we misschien het meest kennen, of het best kennen, of het langst kennen al, is de stilte die wordt afgedwongen op school. Ja. Stil zijn, je moet zwijgen, je moet je rustig houden en goed luisteren. Dat is misschien wel de eerste connotatie die veel mensen hebben, of de eerste ervaring van stilte die niet altijd even positief is. Omdat het ook met een vorm van onderdrukking misschien gepaard gaat. Tegelijk is stilte, wat is het eigenlijk? De afwezigheid van geluid. Is het 0 decibel? Stilte in natuurlijke vorm, dus 0 decibel, volgens de wet van de fysica, de totale afwezigheid van hoorbare trilling. Die stilte bestaat eigenlijk niet in natuurlijke vorm op aarde. Ja, dat wordt in fysica proeven en in allerlei testcentra waar men bijvoorbeeld motoren gaat testen of stofzuigers of allerlei muziekinstallaties of geluidsinstallaties. Daar kan men in technische omstandigheden naar 0 decibel gaan. Maar het bestaat eigenlijk niet vanzelf in de natuur. De stilste plek op aarde, is waar dus het laagste aantal decibel gemeten is bij windstilte, is Death Valley in Californië.
Ik ben er zelf nooit geweest, misschien mensen onder u wel. Maar je hoort vaak van mensen die daar geweest zijn dat het toch een overweldigende ervaring is. Ja, er zijn ook films rondgemaakt. Overweldigend, die stilte. Ja, maar tegelijk, zoals de naam het ook zegt, doods. Ja. De afwezigheid van geluid duidt ook ergens op de afwezigheid van leven, van levende wezens, van planten, dieren, van de wind. Misschien is het ook niet toevallig, ik weet niet hoe het etymologisch zit, maar in het West-Vlaams, waar ik vandaan kom, is leven ook een synoniem van lawaai. De kinderen maken veel leven. Ja, misschien in uw dialect ook, of misschien komt het in nog andere streken voor. Maar het is wel bijzonder dat die associatie wordt gelegd in de taal. Ja? Leven maakt lawaai. Als we geboren worden, het eerste waaraan de moeder weet dat het kind gezond is en leeft, is de schreeuw die de stilte van het prenatale doorbreekt. Dus leven, ja, we laten ons horen. Het leven laat zich horen. Maar in de kunst is dat niet anders en is het toch ook een combinatie. Want zeker beeldende kunst op zich, uiteraard, maakt geen lawaai. En toch is een genre dat al eeuwenlang heel populair is en heel vaak beoefend is, precies iets wat we misschien een beetje tegenstrijdig of toch een bijzondere naam aangeven, het stilleven. U allen wel bekend, veronderstel ik. Een genre dat heel oud is, dat al heel lang beoefend wordt, dat eigenlijk vooral in de 16e, 17e eeuw zeer populair was en heel bereikbaar ook voor veel mensen. In veel burgerlijke interieurs kon men het terugvinden. Het stilleven. Eigenlijk is het een soort ontscènering van dingen uit het dagelijks leven. Keukenmateriaal, dingen gewoon uit de huiselijke omgeving. Vaak ook van voedingswaren, van servies, van zoals hier muziekinstrumenten. Allerlei dingen uit natuurelementen, die worden samengevoegd tot een kleine compositie die dan wordt geschilderd. Vaak zijn het dingen die... Als het natuurelementen zijn, zoals hier, ja, de schelp bijvoorbeeld, maar ik zal nog andere voorbeelden tonen, zijn het natuurelementen die dood zijn. Wat een beetje bizar is dat we het een stil leven noemen, want eigenlijk is het een doodstafreel. Hier kan het niet zwaarder benadrukt zijn dan uiteraard door die schedel. Ja? Maar het stil leven is ook... was ook voor de mensen die het in huis hadden hangen, was het wat men noemt een memento mori. Dus de bedoeling dat als je er naar kijkt, dat je goed beseft van je bent sterfelijk. Ja. We zijn hier niet voor altijd. Er komt een eind aan je leven en wees u daarvan bewust, o mens, hè, dat je tot stof en as zult terugkeren. Vandaar dat men het ook het vanitas-motief noemt. Dus de vanitas, onze ijdelheid of alles wat we verwerven in ons leven of alles waar we trots op zijn of waar we ons laten op voorstaan. Het is niet voor eeuwig. Ja? We zullen doodgaan en dan is het sterft dat met ons. Maar dus die stillevens, die tegelijk een memento mori zijn, daar zit ook al een tegenstrijdigheid in, bevatten heel veel elementen die dus verwijzen naar die vergankelijkheid. Ja, hier, ik kan ze bijna allemaal er zo uithalen. Het boek is dichtgeklapt, de fluit ligt werkeloos, wordt niet bespeeld. De schedel uiteraard, de schelp is leeg, de dolk zit in de schede, de olielamp brandt niet meer. Niets dat nog leven evoceert eigenlijk. Behalve misschien het licht dat altijd van rechts komt. Een soort van het goddelijk licht waar de doden misschien naar opstijgen als ze het verdienen. Er zijn heel veel voorbeelden te geven van stillevens. Ik heb geprobeerd om in de hele presentatie zoveel mogelijk ook voorbeelden of illustraties eigenlijk van schilderijen erin te brengen die hier in het MSK te bewonderen zijn. Ja, verschillende zijn op zaal, sommige zitten in het prentenkabinet, anderen zitten in depot of in tijdelijke bruikleen, maar je kan wel... In de heel rijke collectie, uiteraard, kan niet alles getoond worden, maar zitten heel veel
schilderijen, ook tot mijn verbazing, die echt wel een heel mooie link met die stilte hebben. Zoals bijvoorbeeld dit is de leven met gebak, roemer en noten, Cornelis Mahou. Opnieuw helemaal in hetzelfde thema. De roemer ligt om en de wijn is er uitgevloeid. Ja, het hoogtepunt is voorbij. Het eten is aangesneden, maar misschien al niet meer eetbaar of niet meer smakelijk. Dus het typische aan die stillevens. Trouwens, ja, uiteraard zie je ook op veel stillevens ook vruchten en bloemen. Bloementaferelen worden dan heel vaak bloemen samengebracht die eigenlijk biologisch gezien niet tegelijkertijd bloeien. Er worden boeketten geschilderd met tulpen bijvoorbeeld en met lelies of met asters die het eind van de zomer die worden in één boeket gezet. Iets wat in de realiteit, en zeker in die tijd, toen er nog geen intensieve bloementeelt was zoals nu, niet mogelijk was. Dus het is echt een menselijke constructie, maar wel met een iets wat natuurlijke uitstraling. En ook opmerkelijk, in het Frans noemt men zo'n stilleven, dus met bloemen, nature morte. Ja? Dus de dode natuur, wat wij dan stilleven. Hier nog één. Een heel eenvoudig, je hebt er die heel sterk de rijkdom van de eigenaar of van de opdrachtgever of van ja, de entourage van de schilder wilde benadrukken. Dit is veel eenvoudiger. Gewoon vis, brood en uien, een volkse maaltijd. De symboliek hiervan is een heel stuk minder dan bij het eerste wat ik toonde. Het blijft ook een vormenstudie, het blijft ook een kwestie in goed observeren, goed de lichtinval, de compositie, het lijnenspel, de kleuren, om ook zich daar zeer goed in te bekwamen en om te tonen wat de kunstenaar kan op dat vlak. Ja, een heel oud genre, dus een genre dat al heel lang beoefend wordt, dat nu misschien wat minder aandacht heeft of dat niet de grote massa zal lokken, hoewel dat toch af en toe wel het geval is. Het is ook een genre dat is blijven bestaan en dat ook op vandaag nog steeds wordt beoefend, ook door heel realistische schilders bijvoorbeeld. Maar iemand die ook meesterlijk is daarin en misschien wel de stillevensschilder van de 20e eeuw, Giorgio Morandi. Ja, een man, een Italiaanse schilder, die zijn hele leven in Bologna gewoond heeft. Als u zijn geboorte- en sterfdatum bekijkt, dan ziet hij dat hij behoorlijk wat heeft meegemaakt in zijn leven. Twee wereldoorlogen, ook persoonlijke zorgen en bezonjes. Maar hij heeft heel zijn leven dit soort taferelen geschilderd. Kannetjes, vaasjes, keukengerei, de afwas, kan je zeggen. Maar op zo'n manier dat het heel eenvoudig, tegelijk heel af, heel licht, heel verstild en verstillend werkt. Ja. Je kan zeggen, je hele leven dit soort taferelen schilderen, wat een ongelooflijk saaie mens moet dat geweest zijn. Totaal niet. Ja. Dat was iemand die heel sterk op de hoogte was van alles wat er gebeurde in de wereld, van de crisissen en van de conflicten die er aan de gang waren. En die altijd dan terugkeerde in zijn atelier en die stilte opzocht. Die stilte van, en die rust van zijn atelier. En die ook die innerlijke tormenten, of hoe moet je het zeggen, die ook wel door hem gingen, dan toch kan bezweren of vormgeven of op deze manier naar buiten brengen in die rust. Die eenvoud van dat heel banale, dat dan toch een soort van eeuwige uitstraling krijgt. Ja. Het zijn taferelen waar je kan blijven naar kijken. En als je lang genoeg kijkt, lijken ze bijna los te komen van de ondergrond of zo. Enfin, er is een aantal jaar geleden een overzichtstentoonstelling een grote tentoonstelling van hem geweest in Bozar. En als je dan veel van zijn taferelen, zijn stillevens naast elkaar zit, geeft dat een soort. Enfin, het hangt af van persoon tot persoon. Sommige mensen vinden er niks aan, natuurlijk. Maar het kan echt dat verstillende effect ervan is ook een rust die overslaat precies op de mensen die het gaan bekijken. Omdat het
Ja, in zijn eenvoud en in zijn... Alsof de kommetjes en de schalen vrede of stilte bevatten, als het ware. Dat ze ervan doordrongen zijn en dat ze het ook schenken aan de kijker. Maar goed, uiteraard alles wat ik toon zijn schamele reproducties op scherm. Dus het effect van schilderijen echt bekijken, uiteraard kan dat nooit evenaren. Dus ik zou u zeker aanraden, als de kans zich voordoet, dat u werken ook in hun echte versie gaat bekijken. Maar dus Morandi, ja, en dan ligt er bij ons een Belgische kunstenaar die ook heel sterk, die een heel uitgebreid en ook een heel gevarieerd oeuvre heeft. Maar dit is iets wat er toch ook uitspringt, vind ik. Het is een klein schilderijtje. Heel eenvoudig van een drinkkommetje of een potje, kan je zeggen. Maar ook opnieuw de eenvoud van het onderwerp, de manier waarop het in beeld gebracht is, het licht, altijd dat licht dat zo de vorm eraan geeft en dat ook zo tijdloos is. En dat misschien ook die ontvankelijkheid of die kalme stilte bevat en misschien kan doorgeven of toch fascineren wie er naar kijkt. Nu, dat genre van stillevens is absoluut nog niet dood of ouderwets of zo. Het wordt, zoals ik al zei, ook nu nog beoefend. En ook daarin zie je, en dat is wel bijzonder, dat daar heel veel variatie in is. Dat er ook heel veel mee te doen valt, eigenlijk, met zo'n eenvoudig gegeven. Misschien kent u Hans Op de Beek, is een Vlaamse hedendaagse kunstenaar. Heel productief en heel rijk oeuvre ook. Hij maakt ook decors, ook voor opera's, films. Maar hij heeft ook een heel grote eigen productie. En stillevens zijn daar, of verstilde personages ook. Heel veel personages die in zichzelf gekeerd lijken. Heel realistisch gemaakt. En ook veel stillevens in dit genre. Altijd in een soort grijze kunststof, wat de precieze materie is, varieert. Maar die kleurkeuze op zich heeft al een soort van neutraliserend of een beetje bevreemdend en tegelijk verstillend effect. En dan wat hij doet, is ook precies de regels van het stilleven. Ja? Voorwerpen bij elkaar plaatsen, een kleine scène maken en dat weergeven. Maar dit is dus iets wat hij... Het hele beeld wat u ziet, is dus gemaakt in die kunststof. Dus ook de tafel, ook het tafelkleed, het is allemaal één geheel. En hij speelt dus met die traditionele gegevens van het stilleven, de kruiken die je rechts ziet. En tegelijk speelt hij daar ook mee. Zit er iets humoristisch in? Plaagt hij ook een beetje de kijker door daar dan een ander tafereel in te brengen, door die schaalmodelletjes, de fontein en het stoeltje en de boom, die duidelijk hedendaags zijn, of die duidelijk niet uit de tijd stammen van het stilleven op zich. Dus het heeft iets hedendaags en het heeft iets speels. Het lijkt op speelgoed grootte. En tegelijk ontregelt het een beetje ons beeld van wat zien we nu eigenlijk. En dat is iets wat hij heel, heel vaak doet in zijn stillevens. Hij heeft er ook een heel intrigerende kortfilm over gemaakt. Staging Silence heet hij. Ja, Staging Silence, precies wat hij doet. De stilte op scène brengen. De stilte onsceneren eigenlijk. En die film, als u kan u vinden op YouTube, geloof ik. Of toch fragmenten eruit, wordt soms ook nog vertoond. Daarin ziet u heel goed hoe hij te werk gaat, dus dat het allemaal onscenering is. En tegelijk ga je helemaal mee in zijn verhaal. Ja, zo wordt er een water of een stroom of een rivier gesuggereerd. En hij toont helemaal, je ziet de handen van de mensen die dat op die tafel zetten. Je ziet hoe het als een fictie wordt gemaakt. En toch ga je er helemaal in mee, ook door de klankband van Philip Glass die erop zit. Het heeft iets bevreemdends, tegelijk soms grappig of soms
nostalgisch, soms kinderlijk, soms ontregelend. Ja. Maar in elk geval een aanrader als je nader kennis wil maken met het werk van Hans op de Beek. Het kan ook natuurlijk met zijn kunstwerken live in de Wonderkamer in het Museum Dondaan, dat is hier niet zo ver vandaan, in Deurle. Of momenteel is er ook een tijdelijke tentoonstelling in het Musée de Flandre in Kassel over rust en resonantie. Ja? Iets wat helemaal aansluit uiteraard bij die stilte, die verinnerlijking en tegelijk scènes zoals deze, stillevens. Ja. Ik ga het niet de hele avond over stillevens hebben, maar met deze wil ik misschien dit genre of deze manier van omgaan met stilte in de kunst afsluiten. Cindy Wright, ook een hedendaagse kunstenares, die op een totaal andere manier dan Hans op de Beek en heel eigen en tegelijk ook heel intrigerend opnieuw speelt met die elementen uit het genre, namelijk vruchten, vergankelijkheid, natuurlijke elementen samenbrengen. Maar tegelijk zie je ook hier meteen dat dit hedendaags is. Dat dit niet 17e eeuws is. Uiteraard doordat ze er hedendaagse elementen inbrengt. Ja, als je goed kijkt, links ziet je precies zo'n... wat is dat? Een soort van piepschuim. Bescherming voor papaya's of voor exotische vruchten. We zien ook precies het geheel, de constructie of wat het ook is. Het lijkt bijna een kerstversiering of zo. Hangt op aan twee elektrische kabeltjes, twee elektrische draden. Enfin, je kan er naar blijven kijken en elementen zien. Maar precies door die hedendaagse elementen erbij aan te brengen, krijgt het ook iets geladens. Is het meer dan gewoon een mooi tafereel of het bijeenbrengen. Misschien zit er ook iets... Hoe komt het dat het vogeltje dood is? Ja? Misschien door plastic of door menselijke bijwerkingen van de menselijke beschaving, laat ons zeggen. Dus dat wordt uiteraard in het midden gelaten. Maar er zit, door gewoon heel subtiel die elementen erbij te brengen, zit er misschien iets van... maatschappijkritiek of een nadenken over de situatie in de wereld van vandaag, zonder wat dan ook te expliciteren. Het laat ze uiteraard aan de kijker over, ik laat het ook aan u over. Maar het is wel intrigerend hoe ze opnieuw met dat oude genre een totaal eigen toets eraan geeft en een heel eigen stem of boodschap ook daarin is. Ja. Uiteraard zijn nog talloze voorbeelden, maar er is niet alleen het stil leven. Ja. Het is fijn om het over stilte te hebben, maar zoals ik aan het begin al zei, wat is stilte eigenlijk? Ja. Zien we het louter als 0 decibel? Samuel Beckett vroeg het zich ook af. One has to consider the kind of silence one keeps. Welke stilte? Stilte is heel vaak totaal anders. Ja. Eigenlijk is het gewoon een leegte, een leeg moment dat niet wordt ingevuld. En het krijgt eigenlijk betekenis door wat dat er vooraf aan is gegaan of door wat erop volgt. Ja. De stilte als je binnenvalt in een gesprek waarvan duidelijk is dat het niet voor jou bedoeld was, is totaal anders dan de stilte van verbondenheid als mensen... iemand geliefd herdenken. Het is totaal anders dan de stilte vlak voor de uitslag van een wedstrijd wordt bekendgemaakt. Ja. Er zijn honderden soorten stiltes, misschien wel meer. En allemaal zijn ze eigenlijk gewoon hetzelfde, een leeg moment. Ja. Maar hoe we die stilte ervaren, is heel verschillend. Een kunstenares als Chiharu Shiota is een Japanse die op een heel beklemmende manier... Een soort van stilte oproept of kan evoceren, zeg maar, door wollen draden te spannen, eigenlijk een beetje zoals een spin zou doen, of maar dan heel meticuleus helemaal die piano inspannen. Ze maakt heel de grotten op die manier, allerlei voorwerpen, bruidsjurken, stoelen, eender wat, die ze helemaal inweeft in die wollen draden.
Wat ook een akoestisch effect geeft. Als je in zo'n tentoonstellingsruimte binnengaat, klinkt dat al gedempter door die wollen draden. En uiteraard een piano die zo is ingesponnen, die kan geen muziek meer maken. Ja, de stilte die aan het begin, de stilte die wordt opgelegd, is misschien wel de stilte die we het eerst kennen of waar we meteen mee associëren. Ja, ook dit is een werk dat in het prentenkabinet hier aanwezig is. De stilte van Mazereel. Ja, misschien is dit wel het meest gekende en ook tamelijk universele gebaar voor stilte. Ja, iedereen zal begrijpen wat bedoeld wordt. Het is ook bizar. Of, ja, waar komt dat vandaan? Wie is daarmee begonnen? Daar zijn theorieën over. Daar is ook mooi over geschreven. Maar het is wel, hier is het echt gewoon door dat gebaar dat we de stilte herkennen. Voor de rest is het gewoon een vrouw die bovendien door die sterren omringd is. Ja, de monumentale volumes van die vrouw roepen misschien niet meteen stilte op, maar ze heeft wel iets dwingends, precies door het gebaar dat ze maakt en dat door iedereen meteen wordt begrepen. Dit vond ik een heel heftige tekening eigenlijk. Een prent van Theo van Rijsselbergen, iets wat we niet meteen misschien met zijn andere werken, met zijn kleurrijke, impressionistische werken zouden associëren. Het stilzwijgen. Als je de titel alleen leest, zou je denken, stilzwijgen is iets wat iemand zelf doet. Iets wat iemand zelf voor kiest om het stilzwijgen te bewaren. Of om, maar heel duidelijk in de tekeningen, dit is een hand van iemand anders. Het stilzwijgen wordt opgelegd. Het is de stilte van het taboe, van onderdrukking, van misbruik misschien. Je ziet ook de wanhoop of de angst of de paniek in de ogen van het personage, waarschijnlijk een vrouw. En die machtige greep die haar de mond snoert, letterlijk. Dus het is een stilte. Stilte kan heel zwaar zijn, kan heel vernederend zijn, kan heel iemand letterlijk doodzwijgen, kan ervoor zorgen dat iemand niet gezien of niet gehoord mag worden. Hier ook, dus letterlijk. Dus ook een print die hier te zien is. Een beetje in dezelfde associatie, maar totaal anders van stijl. Ook een andere, iets latere periode. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het is een heel gedetailleerd werk. De onderdrukster van de stilte van Suzanne van Damme. Dat is ook een Belgische kunstenares die ook onder invloed stond. Er wordt gezegd dat ze ook les volgde bij Ensor, die zelf ook heel sterk door die symbolisten, door het surrealisme was beïnvloed. Maar de titel vind ik ook wel bijzonder. De onderdrukster van de stilte. Ja. Kan je de stilte onderdrukken? Het lijkt mij, waar komt dat vandaan? Er is verder weinig te vinden over dit werk. Ik heb toch niet zoveel gevonden. Maar zijn het emoties die je onderdrukt precies door je stil te houden? Of is het door precies heel veel uiterlijk vertoon en heel veel naar buiten toe expressie te geven, dat je eigenlijk de stilte of een leegte in jezelf misschien onderdrukt? Er zijn allerlei interpretaties of bedenkingen mogelijk, maar het is wel opvallend dat er heel veel scherpte in het werk zit. Heel veel scherpe hoeken, heel veel snavelachtige vormen. En verder ook een kleurenkeuze die toch bijzonder is, denk ik. Daarbij lijkt het alsof het één personage is, maar met twee hoofden. Ofwel zijn het twee vrouwen die heel dicht bij elkaar staan. Enfin, kan het ook zelf interpreteren of toch van dichtbij bekijken. Maar de onderdrukster van de stilte, ja. Misschien in die tijd en ook niet zo verrassend dat het door een vrouw dit thema wordt gekozen. Enfin,
Of wat gaat daaraan vooraf? Is het ook een soort van schreeuw van haarzelf of een vorm van maatschappijkritiek dat vrouwen ook in die kunstwereld van die periode misschien te weinig worden gehoord? Allerlei bedenkingen of associaties die erbij komen. Dit werk hangt niet hier. Zoals ik al zei, de stilte op zich is eigenlijk niet verhalend. Is niet, geeft geen betekenis. En toch, wanneer je dit tafereel ziet, voel je een stilte die daar hangt. En zie je meteen een heel verhaal misschien. Ja. Het ontbijt heet het. Dus ik laat het aan uw eigen fantasie of interpretatie over. Hoe die stilte daar aanvoelt. Er zijn heel veel schilderijen van vrouwen in zichzelf gekeerd in een interieur. Ja, en de meester daarvan, of van dit soort tafereel, is wellicht Johannes Vermeer. Ja, heel gekend. Uiteraard, ja, ook de tentoonstelling momenteel in Amsterdam, in het Rijksmuseum. Die uiteraard die stilte van, al is het van het melkmeisje, van het meisje met de parel. En ook hier de vrouw in de blauwe blouse die de brief leest. Je voelt als het ware de stilte of de kalmte die daar hangt. En tegelijk hangt er misschien toch iets in de lucht bij het lezen van die brief. Want wie heeft die geschreven? Wat staat daarin? Wat voor nieuws krijgt zij? Maar eigenlijk doet dat er op zich niet toe. Het is gewoon het beeld op zich, en zeker opnieuw door die lichtinval, door die schakeringen, dat spel met het licht, dat eigenlijk vertragend werkt, als het ware. Dat verstillend werkt. En die kleuren die ook meer dan 400 jaar of bijna 400 jaar oud zijn, is toch heel fascinerend en dat op zich is eigenlijk al verstillend misschien. Zoals ik zei, er zijn heel veel taferelen van vrouwen alleen in een interieur. Ja, ook Amershoy, de Deense schilder, en andere uiteraard. Edward Hopper, de Amerikaanse 20e eeuwse schilder, die heel sterk de stilte van een soort vervreemding van de moderne mens. Ja. De hedendaagse stedelijke omgeving heel vaak. Niet altijd, maar toch vaak. Die een soort van afstand tussen mensen. De onmogelijkheid of de moeilijkheid van contact. Denk aan Nighthawks ook. De mensen in de bar laat 's avonds. En dan deze vrouw ook. Wat gaat er in haar om? Wat is er aan vooraf gegaan? Wat denkt ze? Hoe voelt ze zich? We komen het niet te weten, maar de stilte die in die kamer hangt, is bijna tastbaar. Dus heel veel van die stille taferelen spelen zich binnenshuis af. Ja, binnenskamers, een soort van een kokon die wat is afgesloten van de rest van de wereld. Daar is het stil en daar gebeurt van alles, ook in het inwendige van de personages, ook van de mensen die geschilderd worden. Ook in het atelier van de schilder zelf. Ja. Maar die stilte kan ook iets ruimer gevonden worden. Misschien is dat niet altijd stilte die zelf wordt opgezocht. Vaak is het door omstandigheden dat die stilte zich voordoet. De stilte die juist, die deugd doet, waar behoefte aan is, waar je nood aan hebt, misschien waar heel veel mensen op vandaag ook nood aan hebben, is een soort van rust en stilte die je zelf kiest. Die niet wordt opgelegd, niet door iemand die macht heeft over jou, die je het zwijgen oplegt, dat totaal niet. Ook niet door sociale omstandigheden, dat je gedwongen bent om je stil te houden of om niet te veel naar buiten te treden. Het is de stilte of de rust waar je zelf voor kiest. Nu,
Waar ga je die dan opzoeken? Ja, op vandaag zijn veel mensen ernaar op zoek en zijn er ook wel, is er ondertussen min of meer een markt daarvoor om stilte te vinden. Maar uiteraard zoeken en zochten, ja, ook in het verleden, heel veel mensen de rust en de stilte van de natuur op, naar buiten toe. Ja, hoewel het niet altijd even rustig en even stil is buiten. Maar goed, een soort van tussenkamer of iets tussen echt buiten en binnen is misschien wel de ontsloten tuin. De ontsloten tuin die ook al van in de middeleeuwen, de jardin, de hortus conclusus, die ommuurde tuin, die ook heel wat symboliek en betekenissen heeft, ook al in de middeleeuwse literatuur. Die komt ook vaak terug in taferelen die een zekere rust uitstralen. Het is de natuur, maar is wel gecultiveerd. Het is het wilde, ja, de wilde buitenwereld, maar die dan toch op een soort van ja, beschermende of gekoesterde, overzichtelijke manier wordt toegelaten. Ik vind dit een heel mooi beeld dat ook op zaal hangt hier. Tafel in de Witte Tuin in Gerberois van Henri Le Sidané. Dus een heel stemmig, intimistisch, een beetje vloe, wat ook heel goed het licht weergeeft op zo'n ja, avond, vermoed ik. Die zachte tinten van die rozen, die witte bloemen, alles heeft een bijna voelbare zachtheid, een heel sterke gedemptheid. Het is verwelkomend, de tafel staat nog gedekt, of is het voor het ontbijt misschien? Misschien zijn het koffiekopjes die je ziet staan. Enfin, wat het ook is, er hangt een vredigheid, een harmonie, die tegelijk ook het eenvoudige, of relatief eenvoudige, want het zal wel minstens bourgeoisie zijn, op het Franse platteland hier weergeeft. Le Sidané was ook iemand die dat echt opzocht. Die sobere en het sobere en eenvoudige landleven is hij ook zelf naar op zoek gegaan. En hij had ook contact met andere schilders en schrijvers van zijn tijd. En Emile Verharen zei over hem: deze kunstenaar slaagt erin de stilte op te roepen. En wellicht daarom houden zijn doeken onze aandacht vast. Ja. Ja. Als je dit ziet, dan moet je het eigenlijk gewoon even op je laten inwerken, denk ik. Verder naar buiten, ja, als we hier in het Gentse, net als het eerste beeld, Valerius de Sadeleer, ja, de streek van Lathem. De Sadeleer is meester in die weidse landschappen. Ja, het verzicht, het grote gebaar zou je kunnen zeggen, een lage horizon, veel lucht. Dat gevoel van ruimte draagt bij aan het feit dat je precies stilte hoort in zijn werken. Zeker als het dan in de winter is, als die besneeuwde landschappen. We kennen het steeds minder, maar een sneeuwlandschap heeft akoestisch iets heel bijzonders, iets heel specifiek. De geluiden zijn gedempt. En tegelijk ja, zijn er ook geluiden, het knerpen, het stilletjes aan smelten. Geluiden die je alleen hoort wanneer het gesneeuwd heeft. Nu, sneeuwlandschap in Vlaanderen, in die tijd zal het nog heel courant geweest zijn dat het elk jaar wel kwam. Maar ook het winterse beeld van de vereenvoudiging van alle vormen, kleuren, alles wordt in de winter tot zijn essentie herleid, als het ware. De bomen, de huizen, het uitzicht en dan ook dat lichtspel opnieuw, die lucht en dat wit van de sneeuw. Geeft die verstilling heel goed weer. Ook een winterstafereel, ook hier te bewonderen, een prachtstuk, denk ik. Wat misschien niet direct de stilte oproept, maar toch een heel bijzonder soort geluiden, ja, die, zoals ik net zei, die misschien ook wel steeds zeldzamer worden. Van het lopen of het schaatsen op natuurijs, het geluid van die klompjes, dat sleetje. Ook kinderstemmen die dan anders klinken door de sneeuw die hier ligt, die weerkaatsen ook over het ijs.
het geluid van kruiend ijs ook, de verschillende geluiden die daarbij horen. Tegelijk ook het gevoel dat dit geeft. Wellicht hebben ze het koud, de ijsvogels. Ja. Het zijn geen rijke, goed uitgedoste kinderen. Ze hebben een klompen aan, misschien met stro erin. Enfin, ja. Maar opnieuw, het licht dat nog veel meer ijsvlakte lijkt te suggereren en ook een soort tijdloosheid van die winterdag die voortduurt en de kinderen die spelen en misschien van de kou naar huis gaan. Ja. De meeste taferelen die echt een stilte uitstralen of die daar ook bewust naar op zoek gaan, zijn vaak vroeg in de ochtend ofwel bij valavond of dan naar de nacht toe. Dit is ook zo'n tafereel, Henri Martin. Als je goed kijkt, want ook in de projectie is het niet helemaal duidelijk, er staan twee figuurtjes vooraan, twee mensen die nog op de akker aan het werken zijn terwijl de avond al valt, dus het moet al behoorlijk laat zijn. De mensen lijken bijna op te gaan in die akker. Je ziet ze bijna niet en ze zijn ook niet het belangrijkste. Het gaat om de sfeer, de hele stemming van die avond. Misschien zingt er een merel in de verte, misschien de geluiden worden anders naarmate de avond vordert. En het is alsof je het schilderij niet alleen ziet, maar misschien vooral ook hoort. Dat het een ervaring is meer dan puur een beeld, wat Martin wou weergeven. Deze prent heet ook nadrukkelijk Le Silence, door Rama gemaakt. Ja, zijn pseudoniem voor Henri Ramaker, die etsen maakte bij dus werken van Emile Verharen. Ja. Hier voor het boekje, of de poëziebundel Le Village Illusoire, die een soort van vijftiental gedichten die heel goed dat landleven evoceren op een typische Verharenwijze, heel beeldend en tegelijk. Maar dus ook beelden zoals deze, Le Silence, terwijl misschien niet. Er hangt ook een soort dreiging, die wolken die heel prominent aanwezig zijn. Maar dus een andere variatie van stilte dan die uiteraard ook aansluit bij de poëzie waar hij het over heeft. In die periode, en het lijkt dat we echt in het van de siècle van de 19e, 20e eeuw, dat daar echt veel werk rond gemaakt is, of toch uiteraard wel wat hier ook aanwezig is. Maar je ziet ook, niet alleen in de schilderkunst, maar ook in de opkomende fotografie van die tijd, is er een soort van fascinatie voor stilte. Stilte ook in de zin van stilleggen, de tijd stilleggen. Want dat is eigenlijk wat een foto doet. Ja, het moment vastpakken en het letterlijk inkaderen. Ja, dus ook in films, als daar beelden worden uitgenomen, noemen we die ook stills. Dus het is echt de tijd eventjes stilzetten. En dat zie je ook hier. Anon, Le Calme Zo. En dan Paulussen was Anon was een fotograaf. En Paulussen is een fotograveur die dan eigenlijk de afwerking deed. Anon dus is heel sterk geïnteresseerd en zeer gefascineerd door die vooruitgang en die technologie en die nieuwe technieken van de fotografie, die ook uit een heel kunstzinnig milieu kwam. Dat bovendien zijn ouderlijk huis is vandaag ook opengesteld in Sint-Gilles. Een prachtige art deco-woning. Zijn samenwerking met Horta en met Henri van der Velde. Je merkt, de achtergrond van deze man is niet niks. Maar dit soort taferelen gaat hij dan ook fotograferen. De kalmte van een vijver, wellicht ook
bij avond of ja, die rust die dat uitstraalt. En uiteraard ook het experimenteren met die fotografische technieken en wat daarin al mogelijk is. Het lijkt alsof dat we in de loop van de kunstgeschiedenis dat er een soort van, als we dan de stilte als leidraad nemen, dat het vooral een lijn is naar verminderen, naar de essentie gaan. Ja, iets wat stilte ook vaak uitnodigt. Naar abstraheren ook, misschien. Wat ik daarnet bij die foto, heel het begin van de fotografie, zie je ook vandaag nog, uiteraard in heel verschillende vormen van fotografie, maar dit vind ik wel een heel knap voorbeeld. Masao Yamamoto is een Japanse fotograaf die ook in België al geëxposeerd heeft, ook in Antwerpen expositie met Arpaïs Dubois gehad heeft, die heel sterk vanuit die Japanse achtergrond of hoe moet ik zeggen, manier van leven, manier van kijken, waarin ook de stilte en de eenvoud en het teruggaan tot de essentie eigenlijk deel is van de cultuur. Durf ik zeggen zonder te reduceren zelf. Maar, en dan tegelijk op een heel tijdloze, maar ook hedendaagse manier, ja, daar zijn beelden van gemaakt. Dus ik vind dat het heel goed past ook. Ook die traditie van de haiku, van de pentekening, komt eigenlijk ook allemaal, daarin speelt stilte. En wit, gewoon het witte vlak, dat ook stilte laat in het kijken, komt daar heel sterk in aan bod. Ik vond dat deze gedicht van Roland Joris, dat ook wat toch al enkele jaren oud is, daar heel goed bij past. Eigenlijk bij stilte en poëzie in het algemeen. Bijna niets om naar te kijken en juist dat bekijk ik. Ja, misschien is dat wel de essentie, dat we de blik zo focussen of zo op heel kleine dingen, heel in detail bekijken, dat dat ook heel sterk een verstillend effect heeft, ook voor de toeschouwer. Tegelijk wordt het bijna iets abstract. Dit is ook Yamamoto. Het lijkt een streepjescode bij. En dus houten palen in het water. Ja. Maar dat abstraheren, dat terugkomen naar de essentie van vormen, kleuren, lijnen, is iets wat je bij heel veel, of toch bij verschillende kunstenaars ziet. Ja. Misschien het grote voorbeeld, maar ik heb er nu geen voorbeelden ingestoken, maar is wel Piet Mondriaan, bij wie dat je ook in zijn persoonlijke loopbaan of zijn carrière kan zeggen, heel sterk die evolutie ziet, van heel figuratief naar abstract, en waarin hij ook een voorloper was. Maar waarbij het ook gepaard gaat, die gang naar het abstracte, met een heel sterke verinnerlijking, met een interesse in het mystieke, met een ook een, bij zichzelf een soort van abstrahering of zoeken naar de essentie en dan van daaruit en dan daarmee spelen. Ja, de kleuren en de vormen, de hoeken of de geografische, geometrische figuren die hij dan combineert, zijn niet zomaar lukraak. Het is heel sterk afgewogen en het klopt ook. Maar ook bij anderen die ook dezelfde periode en zelfs al vroeger zie je dus die tendens of dat experimenteren nog voordat er echt modernisme is in het geval van William de Gouve de Nang. Dat experimenteren met alleen vormen, kleuren, lijnen en het licht. Ja. De dageraad heet het. Misschien zien we het kan iets figuratief zijn, kerstboomtoppen misschien, met spinnenweb, spinrag daarin, waar dan de dauwdruppels op zijn. Enfin, ik zeg maar iets. Zelf, hij is een autodidact, dus hij houdt zich een beetje afzijdig van echte scholen of bewegingen. Maar zelf zegt hij, je hebt gewoon lijnen nodig, punten, en dan verbind je dat. En alles wat ertussen zit, is emotie. Ja. Hoe stop je emotie ertussen? Zo, bijvoorbeeld. Ja. Heel opmerkelijk, dit is een werk dus uit 1897. Dit is Koen Broos, fotograaf, hedendaagse fotograaf, die prachtige auteursportretten maakt, maar die ook in zijn vrije
werk heel sterk die stilte opzoekt en gaat ja, experimenteren of toch de vrije loop laat, zeg maar, met die vormen en kleuren. En op een of andere manier deed het vorige werk, wat ook hier te zien is, mij ook denken aan dit vrije werk van Koen Broos, terwijl het uiteraard het zijn heel andere technieken. Het ene is schilderwerk, dit is fotografie. Maar ergens, ja, punten, lijnen en emotie ertussen, de kleuren. Het valt te herkennen of te verbinden misschien voor wie. Even terug naar de landschappen van de Leienstreek. Albijn van den Abele, ook een gekende naam in het Gentse, schildert dus ook die leien. Maar je ziet ook bij hem al heel goed dat het om die wijsheid gaat en om een soort van kleurvlakken. Er is zeker geen menselijke aanwezigheid. De menselijke aanwezigheid zorgt altijd voor een soort van ja, een focuspunt en ook een soort van onrust misschien, heel vaak. Dus wanneer er geen menselijke figuren zijn, is een landschap altijd al veel rustiger, tijdlozer, sprekender in zichzelf. Wat je bij Van den Abele, dus in dit werk zeker, als je van verder ziet, zie je die stroken. Ja, dat grijsblauwe, het lichtgroene en dan de herhaling ervan. Het ritme van die kleuren. Net zoals als je fietst langs de leien, dat ritme van die kleuren ook herhaald ziet. En precies die herhaling is misschien wat een soort van kalmte geeft, wat een soort van, na verloop van tijd, ook een soort van stilte in je hoofd teweeg brengt. Het is toch wat heel veel mensen tegenwoordig, als ze op zoek zijn naar stilte, of toch rust in je hoofd, gaan ze bewegen of een monotone beweging doen en die lang volhouden. Hardlopen of fietsen of om je hoofd leeg te maken, wordt dan vaak gezegd. Alsof je de stilte pas vindt als je je hoofd leeg maakt. Enfin, leeg, ja, ik denk niet dat het ooit leeg kan zijn, maar om de gedachtenmolen wat stiller te leggen dan maar fysiek bewegen. Nu, want voor heel veel mensen is het ook als het stil is rondom je. Het is niet omdat je in een stille omgeving bent, dat je ook automatisch je rustig voelt in je hoofd. Misschien net omgekeerd. Als er geen externe prikkels meer zijn, ja, word je met jezelf geconfronteerd en misschien gaat alles dan nog veel harder malen of komen dan van alles van emoties of onderdrukte gevoelens naar boven waar je eigenlijk liever niet mee geconfronteerd wordt. Dus die stilte kan allerlei vormen hebben, maar de stilte buiten is daarom nog niet de stilte binnen. Al heeft het heel vaak wel een positief effect, dat een kalme omgeving ook jezelf rustiger maakt. Maar dus die herhaling en die kant die gevonden wordt in een soort van monotonie, waar dat dan toch net genoeg variatie in zit, is ook iets misschien wat je kan vinden, maar dit is heel moeilijk te reproduceren of te projecteren. Omdat het zo subtiel is, die kleurstroken van iemand als Agnes Martin. De Amerikaanse kunstenares die zich eigenlijk ook wat afzonderde van de wereld die meer in de bergen ging wonen, na verloop van tijd. En dus heel veel van die mansgrote doeken maakte met heel subtiele kleurnuances in stroken. Mensen kunnen zeggen, ja, wat is dit? Wat wil je zeggen? En zij zei, het is een en al emotie. Het is een en al gevoel wat daarin ligt. Ja? Dus heel sterk een vorm van expressie die misschien alleen zij begrijpt, maar die ook veel mensen toch aangrijpt of een zekere connectie doet voelen op een manier die je niet onder woorden kunt brengen. Want als je het onder woorden zou kunnen brengen, zou je het niet hoeven te schilderen misschien. Maar toch opmerkelijk en ook wel bijzonder als je de kans hebt om het echt te zien. Ja. Nu, ik had het over de stilte buiten en de stilte binnen en hoe het ene invloed heeft op het andere. Veel mensen die de stilte misschien niet in de natuur gaan zoeken, maar eerder in een gebouw dat daar al van oudsher
voor gemaakt is, die innerlijke stilte en ook die goddelijke stilte te vinden. Kerken die steeds vaker leeg zijn tegenwoordig, maar die ook als stille plek, ook los van religieuze overtuiging of van godsdienst, een soort van monumentale stilte in zich dragen. Ja, dat kan heel groot zijn, enorme kathedralen. Het kan ook heel klein zijn. Misschien als je in het zuiden van Frankrijk op een hete dag een klein Romaans kerkje binnengaat, kan de stilte daar en de koelte enorm weldadig zijn. Nu, ja, de manier waarop we ook daarmee omgaan, ja, zegt iets over onze tijd misschien en zegt ook iets over waar we naar op zoek zijn. Een soort van plekken waar niets moet en waar je met jezelf alleen kan zijn en waar er ook iets door de architectuur alleen van zo'n gebouw iets is wat je overstijgt, waar je een beetje kan opgaan in iets groters, al is het maar voor een moment. Maar, ja. Nu, het werk dat ik hier toon, Bernhard Schmilde, is een ook hedendaagse Nederlandse kunstenaar die eigenlijk het afwezige of ja, iets wat in feite niet binnen kan zijn, aanwezig stelt. Dus hij maakt wolken binnenskamers. Wat eigenlijk meteorologisch uiteraard niet kan. Maar dus met een, ja, hoe hij het precies doet, met een soort van vernevelingsmachine en met een perfecte timing zorgt hij ervoor dat dus in leegstaande gebouwen, niet alleen in kerken, maar ook fabriekshallen of lege scholen of verlaten gebouwen, waar altijd toch al een beetje een onheimelijke of een bevreemdende sfeer hangt, daar weet hij dus met die installaties een wolk te creëren. Iets wat heel bijzonder is als effect, want het lijkt bijna een aanwezigheid plotseling daar, die we niet gewoon zijn, die daar ook vanzelf niet hoort. En die ook heel tijdelijk is, want die wolk lost op. En alleen wie erbij is of wie het gezien heeft, ervaart het. Uiteraard kan je er foto's en filmpjes van maken, maar de ervaring zelf of het gewoon aanwezig zijn bij iets wat er is en dat dan weer verdwijnt, is misschien wel een soort van zichtbare stilte, als het ware. Ja. Qua zichtbare stilte of aanwezig stellen van het afwezige, tegelijk die stilte die een toegang is naar het sacrale in heel veel... het is niet alleen in kerken, dat heb je net zo in Thaise tempels of in een synagoge. Of elk religieus gebouw inspireert wel tot een zekere nederigheid, tot respectbetuiging, ook al deel je niet de religieuze overtuiging. En die stilte. Ja. Maar tegelijk is er een ontkerkelijking en is er, voelen mensen zich ook niet meer zo op hun gemak in kerkelijke gebouwen. Dus dit is een voorbeeld van... dit is het werk Kapel van het Niets van Thierry de Cordier. Het staat in Duffel op het domein van het psychiatrisch centrum daar. Dus eigenlijk het heet Kapel. Het Mariabeeld staat daar historisch nog steeds. Maar dus de zwarte blok die u ziet is een soort van... het werd kapel genoemd, maar het heeft geen enkele christelijke connotatie voor de rest. De buitenkant is zwart. U ziet de deur. En dan... dit is de binnenkant. Dus het is half open. Het licht en de regen en wat er ook buiten is, kan binnenvallen. En het zonlicht beschrijft ook steeds andere meetkundige vormen, als het ware, op de muren en op de vloer. Ook door die zwarte balk die in het midden staat. En ik moet zeggen, het is ook een bijzondere ervaring om daar binnen te gaan. Je kijkt naar dat witte vlak. Wat is het? Het is gewoon een muur die hoger komt dan de andere muren. Misschien is het ook een scherm waarop je eigen dromen, verlangens, angsten, zorgen projecteert. Het heeft iets van... is confronterend met jezelf, voor zover je dat wil ook. Tegelijk is het heel erg van deze tijd. En ook tijdloos op een of andere manier. Maar dus wel bijzonder dat ook kunstenaars precies doelbewust een dergelijke plek gaan creëren. Hier nog eens extra geladenheid door dat het op de grond dus is van het psychiatrisch centrum.
maar het wordt heel vaak gebruikt of bezocht, of hoe moet je het zeggen. Dus er is echt wel nood aan. Mensen hebben behoefte om daar even alleen te zijn en toch deel zijn van iets waar nog andere mensen kunnen zijn of ook aanwezig zijn, of juist niet. Enfin, ja, het is een soort gekoesterde afzondering waar je even mag gewoon zijn. Gewoon daar aanwezig zijn en het gevoel hebben, oké, het is oké. Misschien is dat wel iets wat we nog het meest van al nodig hebben en dat we ook vaak zoeken in stilte. Ja. Nu, die stilte, zoals ik net zei, kan confronterend zijn. Maar tegelijk is het ook iets waar we nood aan hebben, precies om bij onze diepste emoties of verlangens. Of, heel veel mensen die met burn-out kampen, en dat zijn er heel veel tegenwoordig, hebben vaak het gevoel dat ze ook vervreemd zijn van zichzelf. Alsof ze niet meer goed weten waar hun talenten liggen, waar hun interesse eigenlijk ligt, waar ze eigenlijk goed in zijn. Misschien ook omdat ze heel lang niet gezien zijn daarin, in die capaciteiten. Stilte of rust, natuurlijk, het is voor iedereen anders. En er zijn heel veel allerlei oorzaken en allerlei remedies ook misschien. Maar het is wel zo dat door de stilte op te zoeken en door ook die confrontatie aan te gaan van wat er dan op je afkomt, voor zover je dat aan kan of daarin kan worden bijgestaan, het kan wel helpen om te luisteren naar wat dan ook gezegd wordt door de Britse auteur Jerome K. Jerome. Listen to the voice that is speaking within us. Het is eigenlijk een soort van luisteren naar jezelf terug. Iets wat we misschien verleerd zijn, omdat er zoveel prikkels de hele tijd en oordelen en meningen en adviezen en allerlei en verhalen van anderen op je afkomen, dat je op den duur eigenlijk niet meer weet wat je zelf wil of kan of bent. Enfin, ik wil niet te veel levensadvies geven, ik weet er ook niks van. Maar ik vind het wel heel sprekend en ook dit beeld van Anselm Kiefer, de Joodse, de Duitse kunstenaar, die een familieverleden heeft, dus van mensen, van heel veel mensen uit zijn familie zijn omgekomen in de concentratiekamp. Dat is iets wat soms wel en soms niet op bepaalde manieren in zijn werk naar voren komt. Maar dit is een heel sprekend beeld, vind ik, van je zou kunnen zeggen de nietigheid van de mens tegenover de grote sterrenhemel of het universum. Ja, een nederigheid die je misschien ook kent. Anderzijds ook een grote verwondering. Misschien, het deed mij ook denken aan iets wat misschien we alleen doen als we kind zijn. Gewoon op je rug liggen, 's nachts of 's avonds, en naar de sterren kijken. En die stilte ervaren. Het universum dat zwijgt. Ja, de ruimte is er, maar vertelt ons niet over hoe we moeten leven. Is er leven daarbuiten? Enfin, alle vragen die daarbij komen. En tegelijk die ook iets, zeker in dit schilderij, dit is de verhoudingen zwarte nacht en dan de kleine mens die bijna opgaat in de aarde. Het heeft iets heel bedrukkends ook. Het is alsof dat die zware sterrenhemel de mens plat op de grond duwt. Het doet ook denken aan de uitspraak van Blaise Pascal, de Franse filosoof, die zei de enormiteit van die... De enorme stilte van die eindeloze ruimte maakt mij geweldig bang. Ja. Ook dat is een gevoel dat misschien herkenbaar is. Iemand anders... De vormgeving is een beetje ongelukkig hier, maar... Armando, de Nederlandse kunstenaar, schrijver, beeldend kunstenaar, heel veelzijdig man, die in 2018 overleed, die ook... het verleden heeft van familie en in de concentratiekamp, had ook een heel dubbele verhouding tegenover stilte. Aan de ene kant zocht hij die ook op, waardeerde hij die enorm. Heeft daar heel veel werk rond gemaakt, heeft er veel over geschreven ook. Maar niet alleen maar op een positieve of wollige manier. Integendeel, het kan ook snoeihard zijn. Ook de stilte van het landschap, bijvoorbeeld die landschappen van... rond Auschwitz, waar nu veldbloemen bloeien en waar... hetzelfde kan je misschien hebben in de Westhoek. De mooie landschappen, gewoon de klaprozenvelden, als die er opnieuw zijn. En die
begraafplaatsen. Dat is gewoon mooi, mooi om door te fietsen en het is een toeristische attractie. Tegelijk is dat wat hij noemt een schuldig landschap. Dat landschap ja, heeft zo'n zwaar verleden daar. En het zwijgt. Spontaan zal het ons daar niet aan herinneren. Dat moeten we zelf doen. Ja. Dus de stilte is ook hardvochtig. Ze heeft nog nooit de ogen gesloten. Ja, die stilte kan ook heel hard zijn. Wat ik hier tussen had, maar ik weet niet of het zal lukken, waarschijnlijk niet, omdat er geen internetconnectie is, blijkbaar. Ja. Enfin, ik ga het helaas moeten overslaan, maar enfin, het was een soort van intermezzo. Als u gaat wandelen, vind je op heel veel plaatsen van die torentjes van mensen die stenen op elkaar leggen, zeker in de bergen en zeker ook in Ierland. Maar zelfs tot in Tibet en op veel plaatsen is dat een soort van ja, een gewoonte die een soort van teken is van mensen, ik ben hier geweest, een stille getuige van mijn passage en ik bouw verder op de persoon die voor mij kwam en ik bouw iets op voor de mens die na mij komt. In de Ierse of in de Keltische verhalentraditie noemt men dat cairns en het wordt gezegd dat dat verstilde trollen zijn, versteende trollen die 's nachts tot leven komen als er niemand kijkt, als de mensen weg zijn. Maar goed, dat op elkaar stenen stapelen is ook... Stenen op zich zijn eigenlijk natuurelementen die misschien wel het meest die stilte bevatten, omdat ze ja, heel weinig communiceren, kan je zeggen, of heel in zichzelf besloten zijn. Maar met stenen wordt ook veel kunst gemaakt. En iemand die daar werkelijk fenomenaal in is, is de jonge Nederlandse kunstenaar Nick Steur. Van hem wou ik graag een filmpje laten zien, maar dat zal helaas niet kunnen. Nu, hij geeft heel vaak performances. Hij is ook op de Gentse feesten nog geweest op Theater aan Zee. Ja, als u de kans krijgt, opnieuw. Het is echt heel intens om mee te maken. Dus wat hij doet, is stenen stapelen van alle formaten. En hij betrekt het publiek daarbij. Dus mensen krijgen een steen en het is volledig stil. Ja, en als uw moment gekomen is, kan je de steen geven. En dan stapelt hij die op elkaar tot hele ja, constructies, tot ja, sculpturen eigenlijk, waarvan je denkt, dit kan gewoon niet. Volgens de wetten van de zwaartekracht kan dat niet, dat die steen op die manier op die andere staat. En toch lukt het hem. En het is iets heel bijzonders, want het is alsof dat door de gedeelde concentratie van de mensen die er naar kijken, dat je eigenlijk bijna door die mentale kracht die gebundeld is, dat het wel lukt en dat die stenen effectief blijven staan. En dat is heel bijzonder, mensen die het al hebben meegemaakt. Het lijkt bijna alsof dat die figuren of die constructies, alsof die een aanwezigheid worden, alsof die ja, een wezen is misschien veel gezegd, maar dat die echt ja, iets, een schepping zijn die er daarvoor niet was. En de stilte die daarbij in acht wordt genomen, is heel belangrijk. Want bij het minste zuchtje of als iemand kucht of lacht, dan door de trilling kan het ineenstorten. Maar dus wel heel bijzonder. Enfin, veel woorden om iets eigenlijk wat je zou moeten kunnen zien te tonen, maar ik kan het u wel zeer aanbevelen. Er is een filmpje op Vimeo, maar ook als u hem eens live aan het werk wil zien. Hij doet dat dus met gewoon dit soort formaat van stenen, maar ook met gigantische rotsblokken die hij dan met katrollen en live stapelt. In stilte. Ja. En ook de ontlading, wanneer het gelukt is, geeft een heel grote verbondenheid, alsof we dan met het publiek, alsof we dit allemaal samen hebben gedaan. Terwijl we er gewoon naar zitten kijken. Maar die mentale concentratie van mensen die zich in stilte allemaal op hetzelfde focussen, is toch iets bijzonders. Het is ook een beetje zo het gevoel, ja, ik denk bij de spanning bij een sportwedstrijd, als er een topprestatie gaat worden neergezet of bij een herdenking ook, dat iedereen die aanwezig is, zonder woorden, mentaal bij hetzelfde, op hetzelfde focust. Dat geeft toch een heel een krachtige stilte. Ja. Nu, een heel ander soort, alhoewel. Stilte is misschien wel, wat ik daarnet al zei, de stilte die naar het sacrale gaat. Of dit het geval is hier, laat ik aan u. Het is dus Christus in de woestijn of in de wildernis. Door Gustaaf van de Woestijnen. Ook een topwerk dat hier in de zaal te bewonderen is. Behoorlijk groot ook. Het heeft iets hypnotiserend, vind ik. Het is echt heel
fascinerend door ja, de typisch van de woestijnen stijl, dat gezicht, die ogen, die handen ook. Het is precies alsof alleen het gezicht en de handen echt tot ons spreken. En dan die desolaatheid van die woestijn. Een heel klein streepje lucht. Ja, de horizon is heel hoog. De Christus die ja, er alleen voor staat, die zich teruggetrokken heeft in de woestijn, die het even niet meer weet. Ja, als we de Bijbelse omschrijving of het Bijbels verhaal rond mogen geloven, maar ook los daarvan, heeft het iets van de ja, op zichzelf geworpenheid van de mens. En tegelijk die handen die in een soort van rituele houding ook een vraag inhouden misschien, een ontvankelijkheid. Het is iets wat in de mystiek noemt men dat kenosis. Dus het is een Grieks woord. Als het ware het onszelf, dus niet meer zelf als persoon, als ego, als individu aanwezig zijn, maar een soort van opgaan in ja, het moment of in die stilte die er is, om tegelijk heel ontvankelijk te zijn. Dus het is iets heel tegenstrijdig misschien, dubbelzinnig, maar dus met een heel betrokken aanwezigheid gewoon observeren. Ja. Het is iets wat terugkomt ook in andere godsdiensten. Dat vind je ook bij de Soefies, vind je ook in het boeddhisme. De sunyata, die staat van ja, opgaan in het hogere en tegelijk heel ontvankelijk zijn. Enfin, ja, het zijn dingen waar ik aan denk wanneer ik dit beeld zie, enfin, niet ik alleen, maar van de woestijnen, dus de schilder, was ook heel sterk bezig met die, ook bij zichzelf, en die verinnerlijking en dat zoeken naar het hogere en tegelijk heel, ja, dat gaat niet eenvoudig, dat gaat niet gemakkelijk, niet zomaar de kerk volgen of alles wat de pastoor vertelt, of hij zit daar ook gevrongen soms en tegelijk is er die hang naar, of ook wat hij maakt en wat hij, ja, wat blijkbaar uit hem voortkomt, dat dan die hang naar een soort van mystiek of een, iets wat buiten hemzelf ligt, bijna ja, duidelijk maakt. Ook dat is iets wat bij veel kunstenaars het geval is, alsof ze niet helemaal meester zijn over hetgeen dat ze maken, alsof er in het stille moment tussen wat ze bedenken dat ze gaan maken en wat er dan effectief op het doek komt, dat daar een soort mysterieus moment is waar dat de schepping het als het ware overneemt. Enfin, ik wil niet te etherisch beginnen praten, maar het is wel iets wat heel duidelijk is. Matisse heeft daar heel mooi over gepraat eigenlijk. Dat hij heel mooi dat hij zegt, er is een filmpje van hem terwijl hij aan het schilderen is. En ze zoomen echt in op zijn hand en je ziet die hand die heel trefzeker, ja, al die bewegingen, al die vormen, alsof die hand weet exact wat die gaat doen. Maar wanneer dat filmpje een beetje vertraagt, zie je dat er ook telkens een soort van aarzeling is. En hij zegt, het is alsof die hand, of het penseel als het ware, die kleine stiltes ertussen ja, laat, om net dan heel trefzeker die vorm op papier te zetten. Enfin, hij zegt het veel mooier en in het Frans, maar het komt daarop neer dat het toch tussen elke beweging of tussen elke idee en de schepping zelf zit die stilte waar dan misschien de magie ontstaat. Net als in de muziek, dat de stilte is tussen de noten die eigenlijk voor de melodie zorgt of voor de muziek zorgt. Ja. Maar goed, als we het over muziek hebben, muziek en stilte, dan is deze man onvermijdelijk, John Cage. Ja, er valt heel veel over te vertellen, maar het is wel, hij was ook heel sterk geïnteresseerd in beeldende kunst en in kunst in het algemeen. En hij experimenteerde heel veel met geluid en ja, zijn bekendste werk of zijn bekendste concert, om het zo te zeggen, is misschien wel 4 Minutes 33, Silence heette dat. Dus een concert waarvoor hij mensen uitnodigde alsof het een gewoon pianoconcert was. Er stond een vleugel op het podium. De pianist komt naar voren, gaat zitten, neemt zijn partituur en speelt niet. En dus ja, het publiek, enfin, u kent het misschien nog filmpjes gezien, het is ook een heel bekend verhaal, maar het blijft toch
fascinerend dat iemand dat voor het eerst gedaan heeft, John Cage dus, en de reactie die dat bij het publiek uitlokte. Eerst de mensen worden zo'n beetje, ja, scheelt er iets? Heeft hij een blackout of kan hij niet spelen? Zijn we verkeerd? Maar de mensen blijven afwachtend en stil. En naarmate het langer duurt, verandert het geluid ook in de zaal. Na een tijdje worden mensen boos. Er zijn mensen die weggaan, die roepen van, begin er eens aan. Maar hij verdraait ook zijn partituur. Hij doet de klep neer, hij doet de klep weer open. Dus hij volgt wat op de partituur staat, maar hij speelt geen noot. Na 4 minuten 33 seconden rond hij af voor een half lege zaal ondertussen. Mensen eisen hun ticket terug. En John Cage zegt dan, ja, het was naar de stilte dat je moest luisteren. Jullie zijn deel van die stilte. Jullie zijn het muziekstuk eigenlijk. Ja, veel mensen verklaren hem gek, hij is idioot. En ja. Maar tegelijk is het een heel cruciaal moment in de kunstgeschiedenis, zeg maar, en in de geschiedenis van de muziek ook. Dat stilte, dus eigenlijk de hele, alles wat alle muziek omringt en waar alle muziek uit voortkomt, dat de stilte een podium krijgt. Ja, staging silence zou je kunnen zeggen. Enfin, maar tegelijk beseft Cage ook, en hij doet ook heel veel experimenten, dat er geen stilte is. There is no such thing as silence. Ja, hoe hard we ook proberen, er is geen stilte. En dat frustreert hem niet, integendeel. Dat maakt het juist zo boeiend, vindt hij. Ja. Heel gelijklopend, maar dan beeldend, is misschien wel Mark Rothko, die ook een soort van, wat ik daarnet zei, de abstrahering, terugkeren naar vormen, lijnen, kleuren, die dat ook tot in het extreme gaat doen. Of ja, tot in het extreme, tot in, met een heel grote scheppingsdrang en met een heel grote bevlogenheid, tegelijk ook met een heel grote verinnerlijking, het zoeken naar die inwendige stilte en die interesse in zen-boeddhisme, tot hoever kan kunst gaan? Dat minimalisme, als we volledig abstraheren, niets meer, het stelt niets meer voor. Het is puur een pool van kleur, een pool van energie eigenlijk, noemt hij het. Ja, welk effect heeft dat? Welke ja, kleurcombinaties, monochromes, seascapes worden ze ook genoemd. Daarmee is hij ja, bekend geworden. En ook dat effect, lang na zijn overlijden, is nog steeds groot. Ook omdat het zulke grote werken zijn. Veel mensen, als je ervoor staat en als je de tijd krijgt en de ruimte, als er niet te veel andere mensen rond u staan, het kijken daarnaar heeft bij heel veel mensen het effect van een soort energie waarin je je opgenomen voelt, zonder dat het met trucjes of met immersive experiences te maken heeft. Totaal niet. Het is gewoon, als het ware, de energie van die kleuren, van de verf en misschien ook van de schilder die overgaat op een of andere manier op de persoon die er naar kijkt. Nu, niet bij iedereen. Sommige mensen vinden het ook ja, onzin of doet het ook niet, maar die zijn dan door heel andere werken wel getroffen. Maar het is wel in die stille communicatie van een schilder die er niet meer is, eigenlijk met mensen van nu, dat een soort van ja, iets dat niet te verwoorden is, gebeurt. Nu, Rothko in kleuren. Ja. Als we die stilte gaan opzoeken, wat is die ultieme stilte, dan is het de totale, alle kleuren samen, alles wat samenkomt, het ultieme zwarte gat, zeg maar, waarin alle kleur en alle vorm, alle betekenis verdwijnt. Ja, zoals Kazimir Malevich, man van Poolse kunstenaar van Oekraïense origine, die in 1915 een grote oproer veroorzaakt, tentoonstelling in Sint-Petersburg, met zijn zwarte vierkanten. Ja, uiteraard ook vanuit die traditie, van die icoonschilderingen. Enfin, het zwarte vierkant dat ook in de hoek van de zaal wordt opgehangen, bijna visionair. Nu zouden we zeggen een bewakingscamera, een zwart gat dat alle beelden opzuigt, als het ware. Maar dus dit zwarte vierkant dat ons misschien in de ruimte doet staren, doorheen de tijd, alle mogelijke associaties zijn er ook. Maar is dit dan de ultieme stilte? De ultieme, het zwarte gat, zoals ik zei, of misschien de dood? Ja. Het einde van elke kleur, van elke betekenis.
En toch zijn er na Rothko, na Malevich, zijn kunstenaars blijven zoeken naar stilte en die stilte gebruiken en die stilte weergeven. Ja. Is het niet in het volledig zwart? Misschien in het volledig wit dan. Wit, de totale afwezigheid van kleur. Robert Ryman, die enorm veel wit op wit schildert opnieuw. Ja, dit is een heel ondankbaar medium om dit te tonen. Maar wat zie je? Ja. Alleen heel fijn de textuur van de verf die hij gebruikt, de borstelstreken. Heel het allerkleinste, het allerminimalistische dat een verschil maakt, is het de moeite om getoond te worden, om naar te kijken, om te beleven, als het ware. En tegelijk is het ook gewoon een wit canvas, opnieuw. Een projectie, scherm misschien, een scherm op een scherm, waar we onze eigen dingen kunnen opprojecteren. En opnieuw heel veel contestatie daar rond van, ja, is dit nu kunst en dat kan ik ook? Schilder dan niets. Maar de provocatie is helemaal niet wat hij bedoelde of wat hij op het oog had. Het gaat echt om die zuiverheid, dat zoeken naar zuiverheid, naar een pure, ja, het allerminimaalste dat er kan zijn om betekenis of om weer te geven wat in hem speelt, zeg maar. Of ja, wat hij de moeite vindt. Dus ja, is het de pool van kleur, het extreme zwart, het ultieme wit? Of blijft het een soort van zoeken naar een evenwicht? Tussen geluid naar buiten toe, praten, expressie geven aan wat er in u leeft en tegelijk naar binnen keren. Dat spanningsveld, die spanning, is ook iets wat Paul Gees, ook een hedendaagse kunstenaar, heel sterk opzoekt, ook letterlijk in zijn beeldend werk, dat tegelijk constructie is ook. Het is ook die stenen, maar altijd zit er een spanning in. Het is heel verstild, maar je voelt, er staat iets op het spel. Ja? Die latjes of die houten constructie kan knappen, die steen kan eruit vallen en toch past het perfect en is het één geheel dat een zekere stilte draagt, als het ware. Zoeken naar balans, evenwicht, puurheid, zekere lichtheid ook, is wat je vindt ook in het werk van Babs de Kruijnare, ook een hedendaagse Antwerpse kunstenaar, die een soort van mobiels maakt, van die mobile of zo, die niet echt in de stijl van Alexander Calder, maar wel dezelfde techniek, met natuurelementen die ze vindt op het strand vooral. Ja, dus hout, stenen, schelpen, ook andere constructies maakt. Maar dus die lichtheid en het harmonie zoeken in die stilte en tegelijk uitdrukking geven. Beweging die tegelijk verstild is. Dat is misschien de essentie van haar werk. Maar goed, ja, daarmee. Ik zou nog lang kunnen doorgaan, maar ik vermoed dat u ook wat nood hebt aan wat stilte ondertussen. De vraag is natuurlijk, ja, kan kunst de stilte die er tussen mensen is of de bevreemding misschien overbruggen op een manier die niet in woorden of in lawaai te vatten is? Ik geloof van wel. Maar wat het dan precies doet, is misschien voor iedereen, ja, heeft te maken met je eigen voorkeuren, maar er zijn heel veel vormen en heel veel expressievormen doorheen de geschiedenis en ook op vandaag nog, die telkens dat evenwicht zoeken van die stilte en die kunst. En iemand die daar ook, maar opnieuw, dit filmpje kan ik nu ook niet laten zien, vermoed ik. Maar ook dit is wel gekend. Het is toch geluk. Ik weet niet of het... Nee, het... Ja, wacht. Enfin, ik ga misschien nog kort uitleggen, maar u kent het misschien. Marina Abramovic is een performancekunstenares en haar voormalige vriend Julij, ook een kunstenaar die een paar jaar geleden overleden is. Een heel glamour koppel, zeg maar, die met veel rumoer en veel lawaai uit elkaar gegaan zijn, die dan als laatste ultieme daad elk aan een kant van de Chinese muur naar elkaar toe gewandeld zijn als performance.
En die laatste omhelzing was aan het einde van een relatie. Ze zien elkaar jaren niet meer. Het eindigt in een grote ruzie, vechtscheiding, toestanden. Zij geeft een performance in het MoMA in New York en het heet The Artist is Present, zoals vaak op een uitnodiging van de vernissage staat. De artiest is aanwezig. Wat ze doet, is ze gaat gewoon aan een tafel zitten en iedereen die wil, mag een minuut voor haar komen zitten in volledige stilte. Ja, het filmpje is eigenlijk geweldig. Die emoties, het is alsof ze een gesprek voeren zonder woorden, gewoon door mensen een minuut lang aan te kijken. Die gelatenheid van die stilte is bij elke persoon anders. Dat is iets ongelooflijks en heel ontroerends ook, heel pakkend. Soms schiet iemand in de lach, soms begint iemand te huilen. Mensen kijken heel sceptisch, mensen kijken heel kritisch naar haar. En telkens, ja, zij heeft dat, ik weet niet precies hoe lang, ik denk een week aan een stuk, volgehouden. En ze zei, het was de zwaarste performance die ik ooit heb gedaan. Omdat het zo energie vraagt eigenlijk om uw aandacht volledig op een persoon te richten die voor u zit. Iets wat misschien ook voor onszelf herkenbaar is, maar zeker dus telkens een vreemde. En op een gegeven moment, dus tussen elke dialoog, kan je zeggen, sluit ze haar ogen. Op een gegeven moment gaat Yulei, haar ex-partner, daar zitten. Zij opent de ogen en dan gebeurt er iets eigenlijk. Wat ergens ook een soort van Hollywood-verhaaltje zou kunnen zijn. Achteraf zijn er mensen die zeggen, ja, het was geconsceneerd of ze wist het wel. En uiteraard, ja. Er komt in elk geval een soort van magisch moment van toenadering en een soort van begrip dat alleen in die stilte te vatten is. Als we waren beginnen praten, ging het helemaal een andere kant op gaan. Maar precies door gewoon stil in elkaars ogen te kijken, zie je een vorm van vergeving misschien tussen die twee voormalige partners, die niet wordt uitgesproken. Maar natuurlijk die ook een performance is en waar mensen ook naar kijken. Maar het lijkt te echt om niet authentiek te zijn. Maar goed, helaas kan ik het u niet tonen, maar het circuleert wel op YouTube. Ik kan het vast zelf terugvinden. Opmerkelijk is ook dat er dan, op het moment dat die echte connectie er is, dat er dan muziek wordt ondergezet. Terwijl het eigenlijk die stilte is die dat doet. Maar dus, om maar te zeggen, de stilte, we zijn er lang niet over uitgepraat. En ook in poëzie komt heel sterk aan bod. En ik hoop dat u na lezing van het gedicht ook wat geïnspireerd bent door de werken die ik heb laten zien, om zeker een bezoek te brengen aan het museum hier en ook op uw verdere wegen de kunst en de stilte toch een plaats te geven of toe te laten. Dank u wel. Ik weet niet of er nog tijd is of vragen. Dank je.